cloud falling down in spring. Voor deze aflevering van Mijn Mooiste Plek ben ik afgereisd naar Hoogland West, vlakbij Amersfoort. Ik heb een afspraak met Nathalie D'Alessandro om haar mooiste plek te komen beleven. In het dagelijks leven organiseert zij reizen naar Turkije en is dus vaak op pad. Maar als ze eindelijk thuis is, dan stapt ze even uit de drukte en maakt ze hier, op het Zeldertse pad, haar hoofd helemaal leeg. Hi. Hi. Jij moet Nathalie zijn. Ja, dat klopt. Hi. Aangenaam kennis te maken. Wat leuk dat ze me hebben uitgenodigd hier. Ja, tuurlijk. Wij zijn in Hoogland West. Yes. En wat is er zo bijzonder voor jou aan deze plek? De ruimte, de stilte. Ja, op zo'n doordeweekse dag zie je maar één iemand lopen. Ja. Maar hier kan je echt even je hoofd helemaal leegmaken. Wat is het precies, het Zeldertse pad? Het is een klompenpad. Ja. En een klompenpad is heel erg leuk. Je gaat door de weilanden heen. Soms ga je de weilanden weer uit en dan over een stukje weg. Ja. En het is een beetje avontuur eigenlijk door de Nederlandse landerijen. Hey, en is het dan een flinke wandeling of valt het allemaal wel mee? Nou, als ik wandel, vind ik het ook heel leuk om foto's te maken. Oh, wat tof. Filmpjes te maken. En als je dan dit hele pad wil lopen, dan ben je toch wel 2 uur aan het wandelen. Maar als je flink doorwandelt, nou ja, dan 1,5 uur... Dan ben je wel klaar, zeg maar. En je kan ook een klein eindje doen. Je hoeft niet het hele pad te lopen. Ja. Overlopen gesproken. Ja. Het is best een beetje koud en winderig. Ja. Ja. Zullen we gaan? Let's go. Ja, leuk. Doen we. Oh ja. Je kan er alleen maar in je eentje doorheen. Ja. Dan zo, hè, geloof ik. Ja. Ik vind het spannend. Voorzichtig. Hops. Oh, valt mee. Als een hinde gaat ze eroverheen. Uitkijken dat ik geen schok krijg. Ik snap wel waarom je het zo mooi vindt. Ja, geweldig. Zullen we even een mooie foto maken? Ja, lijkt me een goed idee. Zonnetje erbij. Lekker zonnetje op de knal. Toch een beetje koud. Nou, ben jij heel vaak in het buitenland, hè? Met name in Turkije voor je werk. Ja. Ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, dat is daar met die blauwe zee en de bergen en zo. Eigenlijk veel mooier. Ja, is ook heel mooi. Ik heb de hele zomer daar gewerkt. Ik was er van maart tot en met augustus. En ik keek uit vanaf waar ik woonde, waar ik werkte, over de zee. Maar toen ik terugvloog naar Nederland en ik boven Nederland was en ik zag die groene weilanden weer. Nou, ik heb wel even een traantje. Ja, echt? Ik was echt wel ook weer blij om thuis te zijn, hoor. En ja, heerlijk. Ik ben meteen weer gewoon naar buiten gaan. Lekker wandelen hier. En die groene weilanden zijn voor mij eigenlijk net zo mooi als de blauwe zee daar. Even door de modder heen. En over het prikkeldraad. Ja, dat is ook goed. Nou, dat is ook. Ja, we passen op, hoor. Ja. Waar sta je naar te kijken? Naar de knobbelzwanen daar. Oh ja. Dus, Toon, nou ben jij al bijna 30 jaar vogelaar. Hoe is dat zo gekomen? Het zat in me, denk ik. Dus, en ook omdat ik hier uit Hoogland kom, het platteland. En er zitten veel kiewieten en grutto's broeden hier. Heb je nou veel zien veranderen de afgelopen jaren qua vogelstand? Ja, de kiewieten en de grutto, dat is veel minder geworden. Ja. Kiewieten gaat de laatste jaren onrustbarend achteruit eigenlijk. Nou, ik zou toch graag even een poging willen wagen. Ik wil wel eens even zien hoe het eruit ziet door die kijker. Hoe leuk, hè, toch? Ja. Oké, 1, 2. Nou, ik ben benieuwd. Oh ja, mooi. Mooi hoor, moet je kijken. Mooie historische boerderij hier. En die is voor jou, Bert? Ja, voor mij.
Kan je me wat vertellen over de geschiedenis van deze boerderij? De geschiedenis? Ja, dat is een hele lange geschiedenis. Ja, dat zeg ik. Het is een oude boerderij. En de plek is vanaf 1200 bewoond. Zo oud? Ja, dat is een heel oude plek eigenlijk hier, zo'n Netelenburg. En ja. Vanaf 1500 zijn de fundamenten hier gezet eigenlijk. En de boerderij is natuurlijk diverse malen een keer weggespoeld. Elke keer weer op dezelfde plek nieuw herbouwd. En dat heeft hem gemaakt zoals die nou is eigenlijk. En nu woon jij hier al je hele leven? En nu woon ik hier al mijn hele leven, ja. En ik maak er mijn plekje van, zoals ik hem het mooiste vind. En dat vinden een hele hoop mensen mooi. Wat een lekkere... Hij heeft echt wel een dikke snottenbel ook. Ja. Zie je? Geloven ze thuis niet dat ik dat durf? Ah... Dag dames, tot de volgende. Bert, jij hebt je weiland opengesteld voor het klompenpad. Wat moet je daarvoor doen als boer? Nou, je moet zorgen dat het toegankelijk is voor de mensen. Een klaphekje erbij maken en dat ze er leuk doorheen kunnen lopen in ieder geval. Dat er niet te veel onkruid staat en dat er niet te veel bemest is op de plekken waar ze moeten lopen. Ja, vooral, ze vinden het gewoon leuk om tussen de koeien door te lopen. Dus dat is juist het mooiste, dat de koeien ook erbij lopen bij de mensen. Ja, dat vind jij ook heel leuk, hè? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja. En een beetje spannend. Beetje spannend ook wel. Ja, maar wel heel erg leuk. Ja, echt een aparte sfeer. Nou, zo'n prachtige en avontuurlijke wandeling wilt u natuurlijk ook wel eens maken. Het beginpunt van het Zeldertse pad vindt u bij boerderij De Pol aan de Zeldertseweg 73 in Hoogland. U loopt door weilanden met koeien en die worden niet blij van honden, dus die moeten helaas thuis blijven. De hele route is 7 kilometer. Op 11 juni is er een vogelexcursie over de Eem en die brengt u onder andere langs het weidegebied bij Hoogland. U stapt op de fietsboot in Amersfoort, vaart een prachtige route en fietst vervolgens door de polder weer terug naar het beginpunt. Natuurlijk gaat er een vogelexpert mee. Voor meer informatie kijkt u op onze internetpagina www.rtvutrecht.nl/plek. Straks neemt boswachter Corien Koreman u mee over het landgoed Broekhuizen. Maar nu eerst een bijzonder flatgebouw aan de Harijnse Plas. Ik ben boswachter Floor en ik neem jullie vandaag mee naar misschien wel het meest bijzondere flatgebouw van de hele provincie Utrecht. Gaan jullie mee? Nou, daar staan we dan voor het mooiste flatgebouw van de provincie Utrecht. Hij ligt hier schuin achter me. Het is die betonnen wand die je daar ziet. Het wordt natuurlijk niet bewoond door mensen, maar wel door oeverzwaluwen. En ze brengen hier hun jongen groot. En dan maken ze weer een lange trip terug naar Afrika. Om volgend jaar waarschijnlijk op dezelfde plek, precies hier, weer terug te komen. Jeugdherinneringen. Veel jeugdherinneringen. Ik vind het geweldig om hier boswachter te zijn, met name omdat ik een persoonlijke band met deze omgeving heb, want ik ben hier geboren en getogen. Landgoed Broekhuizen is een heel oud landgoed wat al dateert, in ieder geval het kasteel Broekhuizen, vanaf 1400 al. Het landgoed zelf in deze staat is eind 18e eeuw ontstaan toen meneer Nellestein het kasteel kocht met omliggende landerijen. Die heeft het landhuis verbouwd zoals het er nu min of meer uitziet. En het landgoed, zoals het er hierbij ligt, heeft hij toen aan laten leggen door hele beroemde, toen beroemde landarchitecten, landschapsarchitecten Zogger. Dit is een Engelse landschapstuin. En dat was toen heel erg in opkomst. In de mode kwam dat. Romantisch landschap met kronkelende paadjes en waterpartijen en romantische doorkijkjes. En dat is heel typerend voor die Engelse landschapstijl. En dat is tot op de dag van vandaag hier nog heel goed zichtbaar.
Die bomen, net zoals de boom die achter mij staat, zijn meer dan 200 jaar oud. Zoals je ziet, deze rode beuk zit hij op zijn eindleeftijd. En dat geldt voor meerdere bomen op dit landgoed. En om die reden zijn we nu bezig met een herstelplan. En zoals je hier ziet zijn we al bezig met jonge boompjes te planten om ervoor te zorgen dat er straks weer net zulke markante bomen terugkomen. Ja, dit vind ik persoonlijk een fantastisch mooi stukje op dit landgoed. Dit is nog het oorspronkelijke oude zwembad dat bij het landgoed, bij het kasteel hoort. Is op dit moment helaas in verval geraakt. Dat is heel erg jammer. Maar het spreekt enorm tot de verbeelding natuurlijk. Want je ziet de dames uit die tijd met een parasolletje hier al vertoeven aan het zwembad. En bovendien, op dit moment zijn we aan het denken om hier een winterverblijf voor vleermuizen van te maken. Want daar zou dit natuurlijk uitstekend geschikt voor zijn. Nou, dit is echt misschien wel mijn mooiste plek van het hele landgoed. Ik vind het hele landgoed prachtig, maar dit is heel bijzonder. En waarom? Omdat hier zo zichtbaar cultuur, historie en natuur dicht bij elkaar liggen. Het oude zwembad en hier bijvoorbeeld, het ziet er een beetje rommelig uit. Maar dit is een broeihoop voor ringslangen en die zitten hier heel veel op het landgoed. In die broeihopen, ze heten niet voor niks broeihopen. De temperatuur wordt daar heel hoog en als straks die ringslangen uit hun winterslaap komen, leggen ze hier hun eieren die dan uitgebroed worden. Maar bijvoorbeeld de dode boom die daarachter staat, die lijkt ook dood, maar doodhout leeft. In doodhout zitten heel veel dieren in holtes. Hier zit een bosuil, een steenmarter, spechten, die profiteren er allemaal van. En insecten, waar vogels weer van profiteren natuurlijk. Zeker in mijn basisschoolleeftijd heb ik hier elke winter, althans in mijn beleving, elke winter volop geschaatst. En iedere keer als ik hier nu loop, moet ik daaraan denken natuurlijk. Hielden hier schaatswedstrijden met de hele school. Als hier ijs ligt, zou ik hier maar zo echt nog een keer willen schaatsen. Alleen al om dat nostalgische gevoel weer eens naar boven te halen. Ja, dat blijft gewoon mooi. En wat is nou mooier om hier te schaatsen? In deze omgeving met dat prachtige landhuis. Ja, ik vind dat gewoon prachtig. Echt waar. Ja, dat is echt. Wandelen op landgoed Broekhuizen kan natuurlijk altijd. Maar op 18 juni, 19 juli en 20 augustus kunt u ook mee met een rondleiding. U krijgt dan deskundige informatie over de rijke geschiedenis van het landgoed en over de prachtige natuur in het gebied. Aanmelden is niet nodig. U kunt 2:00 middags gewoon verzamelen bij de parkeerplaats op de hoek van de Broekhuizerlaan en de Middelweg in Leersum. Het Leersumse veld is een steenworp verderop en op 18 juni en 3 september kunt u ook daar met een gids door het gebied. De gids neemt u mee naar plekken waar u anders niet zou komen. En die rondleiding is natuurlijk leuk te combineren met een wandeling over Broekhuizen. Kijk voor deze tips en nog veel meer inspiratie voor een dagje in de uitbundige Utrechtse natuur op onze internetpagina. www.rtvutrecht.nl/plek. Volgende week ga ik het heksenpad op landgoed Oostbroek volgen. Gewapend met een bezemsteel en een soort kompas nemen deze schatten van kinderen mij mee op een ontdekkingstocht langs cultureel erfgoed en prachtige natuur. Kikkervisjes, bodemvondsten en de hoogste es van Nederland. En dat met een heerlijk voorjaarszonnetje op de bol. Wat wil je nog meer? Tot volgende week!